En wat is je belangrijkste inzicht vandaag bij deze workshop geweest? Dat we, als het om mediacommunicatie gaat, nog veel te braaf zijn. Dus jouw oproep aan alle andere gemeentesecretarissen is, laat je horen. Ja. Welke dingen uit de workshop van vandaag neemt u nou mee, zeg maar, terug naar Twitter? Nou, bijvoorbeeld in de laatste workshop, deel van de workshop, waar het ging over als je nou persoonlijk ook in de media komt, dan is het heel belangrijk, kijk, je wordt zelf een reactie gevraagd, maar dan is het heel belangrijk dat je om je heen mensen hebt die je aan bescherming nemen. Waar heb je gekozen voor deze workshop? Als je met andere culturen of andere gewoontes praat, moet je weer zelf nadenken over je eigen gewoontes. En over de dingen die je normaal vindt, moet je opeens gaan uitleggen of bedenken waarom je dat vindt. Ondanks dat we werken in verschillende landen en verschillende culturen met verschillende systemen, hebben we toch allemaal te maken met dezelfde politiek, dezelfde dilemma's. En het is heel leuk om te horen dat internationaal we allemaal dezelfde vraagstukken hebben. Heel opvallend, eigenlijk dezelfde problemen hebben als wij. We zijn in 6 groepjes op pad gestuurd door Amsterdam en allemaal vanuit een ander perspectief en via een ander gesprek eigenlijk gekeken naar het probleem van complexe schulden. Heb je je vandaag tijdens de workshop op een bepaald moment kwetsbaar gevoeld of juist heel stoer gevoeld? In de auto wel heel erg over dat gesprek met Dirk zelf. En dat was eigenlijk, wij dachten voor hem een heel kwetsbaar moment. Ja, doordat het zo persoonlijk was, vonden we het allemaal zelf wel een beetje een kwetsbaar moment, geloof ik. Die heel lokaal aanwezig moet zijn, maar vervolgens willen ze wel alleen maar centraal in de stad, in de nieuwstadhuizen vergaderen. Wat ik aan jullie wil vragen, gewoon te zeggen en aan te geven, en zo duidelijk mogelijk, stop daarmee of doe dat en trek aan ons om het anders te doen. Waar we staan is dat we echt wel één organisatie aan het worden zijn in denken en doen. En waar ik zou willen staan is dat we de verkoping nog verder voorbij waren en echt vanuit de opgave in stad en regio ons als organisatie kunnen organiseren. Wat ik heel verrijkend vond vandaag was denken vanuit ethiek, vanuit de vraag van waarom willen we dit weten, wat zeggen data, wat zijn de achterliggende waarden die achter dataverzamelingen zitten. Dus dat vond ik erg inspirerend. Je bent eigenlijk op het moment dat je start met je zoektocht, is er altijd sprake van een urgentie. Waarom deze workshop? Ja, waarom zitten wij hier in vredesnaam? En toen begon de workshop en toen ben ik in één keer eigenlijk heel erg te gaan over basale dingen. Over, nou, je geeft inzicht in hoe die gemeentesecretarissen denken, bijvoorbeeld. Ik vind het ontzettend leuk om een verbinding te vinden tussen enerzijds jong talent die op een hele andere manier opgeleid zijn, naar zaken kijken, te maken hebben met hele andere ontwikkelingen. En aan de andere kant de senior die veel ervaring heeft, die op een andere manier naar processen kijkt. En hoe kun je die twee nou met elkaar verbinden? Dus ik voel altijd heel veel energie als ik met jonge mensen in gesprek ben. Dus het is belangrijk, kies je roedel en vind je bison en dan heb je succes. En ga er samen voor. Ga er vooral samen voor, want als je niet een roedel hebt en je eentje een bison vangen,
Dat gaat zeker fijn. Dankjewel. Op het moment dat je leiding geeft aan een land of je zit in een bestuursfunctie, dat het heel erg belangrijk is dat je oog hebt voor de dingen die er spelen op een menselijk niveau. Ik ben erachter gekomen dat heel veel van de beweging die in deze samenleving zit, die ook in die wetgeving, al die dingen weer terugzit, zit in het vakmanschap teruggeven aan ambtenaren met een mandaat en erop vertrouwen dat zij een goede afweging maken. En als ik dan kijk naar mijn collega's, dan heb ik het gevoel dat ze het allemaal willen. Alleen ik heb niet het gevoel dat ze het gaan doen. Ja, daar ga je dan, hè.